Josje Huisman is vooral bekend geworden als K3. -tje. In 2009 won ze de talentenjacht, K2 zoekt K3, maar zes jaar later besloot ze om de fakkel door te geven. Op 25 december 2018 verwelkomde Josje en haar toenmalige vriend Klee Jimme hun kerstkindje Kamari. Ondertussen zijn de ouders van Kamari al in. Deze zomer kwam het nieuws naar buiten dat Josje een nieuwe vriend zou hebben. Haar kleine spruit wordt over een kleine maand al vier jaar oud, maar Josje zou toch een groter gezinnetje willen. Dat geeft ze toe op haar Instagram verhaal nadat een van haar volgers vroeg of ze nog een tweede kindje zou. Ja, en als ik dit zie nog een derde ook, klinkt het overtuigd. De viere mama deelt een kiekje uit de oude doos, waarop de kleine kamari nog in de draagzak zit. Een zwangerschapsaankondiging zit er nog niet in, maar Josje laat wel duidelijk merken dat ze er klaar voor is.